Elementen van kunst, dat is iets wat in bedrijfsfotografie heel nodig is. Want heel veel ondernemers, heel veel bedrijven opereren met die standaard dingen, laptops, telefoons. En je wordt er helemaal vol. Precies, en als je iemand met laptop fotografeert, hij kan letterlijk een willekeurig beroep uitoefenen en je ziet het niet. Hi, Felicia Lin hier. Leuk dat je kijkt naar Ondernemersreis. Ondernemersreis is voor ondernemers en met ondernemers. Iedere week schuift een ondernemer aan tafel om zijn of haar reis in het ondernemerschap, passie en wijsheid te delen. En deze week is dat... Hi, welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Ondernemersreis. En in deze aflevering heb ik een speciale gast. Zij is kunstenares. Ze heeft meerdere exposities gedaan. En ze is ook nog eens bedrijfsfotograaf. Hier naast mij zit Carolina. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Nou, Carolina, kun je wat meer vertellen over jezelf? Jazeker. Mijn naam is Carolina inderdaad. Ik kom uit Polen. Dat is dat rare iets wat je hoort. Ja, nou, mijn accent valt altijd op. Ik woon in Nieuwegein, lekker midden in het land, met man, mijn man en mijn twee kinderen, of onze twee kinderen. Ja, wat leuk. Ja, en zou je ons wat meer kunnen meenemen in hoe jij je onderneming bent gestart? Waarom ben je überhaupt gestart en waarom juist exposities organiseren? Waarom kunstenares, waarom bedrijfsfotograaf? Ja. Ik vond het altijd heel leuk om te tekenen. Schilderen vond ik heel lastig, maar tekenen vond ik altijd geweldig. En toen ik naar universiteit ging, moest ik een vak kiezen. En daar was helemaal niks met kunst. Ik heb gekozen voor informatiesystemen, voor ruimtelijke ordening, dat zijn mijn masters. En ik heb met veel plezier een aantal jaren in deze industrie gewerkt. Maar op een bepaald moment er begon iets te knaren en erg van binnen. Ja. En ik heb fotografie ontdekt als een manier om mezelf te uiten en als een soort outlet-klep. In het begin was het maar een hobby en ik maakte altijd van die hele gekke foto's van mensen die vliegen en vlinders die gek. Ja, natuurlijk, dat vond ik fantastisch en het meest leuke. Ja. En op een bepaald moment dacht ik, nou, dat zijn juist de foto's die ik wil maken. En uiteindelijk, ik ben helemaal niet dat hoogopgeleide projectmanager. Ik ben een kunstenares. En zo is het ook begonnen met de kunstgedeelte. Ja. Op bepaalde momenten, dat was begin dit jaar, dus ook niet zo lang geleden, heb ik bedacht dat die elementen van kunst, dat is iets wat in bedrijfsfotografie heel nodig is. Want heel veel ondernemers, heel veel bedrijven opereren met die standaard dingen, laptops, telefoons. En je wordt er helemaal vol. Precies, en als je iemand met laptop fotografeert, hij kan letterlijk een willekeurig beroep uitoefenen. En je ziet het niet. Je ziet het niet op de foto. Dus wat is de toegevoegde waarde van zo'n foto? En zo is de idee achter blikvangers laten zien. Vandaar. Ja, precies. Ja. Laten zien wat het betekent. En niet hoe het eruit ziet. Heel erg gaaf. En ik vind dat gewoon heel mooi hoe je dat ook doet. En ja, wij kennen elkaar via LinkedIn. Ik en Carolina, we hadden denk ik een beetje begin dit jaar
zo'n contact, eerste contact. Ja, moment. ik denk ergens in maart. Maart, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, en gewoon leuk contact via LinkedIn. En super top ook voor jouw enthousiasme dat jij ook de allereerste klant bent van de videotraining. Put jezelf in 1 minuut. Dus dat is wel mooi. En vandaag ben ik jouw klant geweest. Ja, is. Dus ik heb ook een opvallende profielfoto laten maken. En als het goed is, is deze al online te vinden op mijn social media kanalen. Of erna, maar in elk geval rond dezelfde periode dat dit interview online komt. Maar ik vond het ook wel heel mooi toen wij net zo lekker bezig waren. En ik had gewoon een bepaald idee van hoe een profielfoto eruit moest komen te zien. Maar ik vond het heel leuk dat jij heel veel nieuwe ideeën en inzichten gaf van... Ja, gewoon lekker opvallend zijn en met kleuren werken. Ja, ja. Want dat komt ook meer van dat kunstenaarhoek. Ja. Want als je op LinkedIn zit en je reageert, mensen onthouden je niet zo makkelijk als je niet echt elke dag reageert. Mm. En waarom is het zo? Omdat het heel moeilijk is om gezichten te herkennen. En nog moeilijker om namen van alle mensen die reageren te onthouden. Ja, zeker. Dus om juist anderen te helpen, als je opvalt, dan word je onthouden. Dat is heel eenvoudig. En pas als mensen je onthouden, dan kan je aan relaties gaan bouwen. Ja. En dat opvallen, nou, mijn foto, dat is natuurlijk 100% alleen opvallen. Want ik geloof in practice what you preach. Mm-hmm. Maar voor iedereen, er is een manier om op te vallen die comfortabel is, die past zowel bij de ondernemer als bij de... doelgroep van de ondernemer. Ja, ja. Veel keuzes, veel Zeker. Opties. Mm-hmm. En ik heb stiekem zo'n wens dat hele LinkedIn gewoon veel kleurrijker zou worden. Dat die witte achtergrond, dat grijze achtergrond, dat die hele serieuze foto's, dat gaan we gewoon niet meer doen. Dat is voor de grote corporaties. Zij kunnen niet anders. Kleine ondernemers kunnen juist hiermee spelen. Ja, gelijk heb je. Zeker weten, wat mooi. En jij gaat deze bedrijven daarmee helpen, hè? Dat is wel de bedoeling. Ja, hartstikke mooi. En Caroline, je doet echt ontzettend veel. Ik weet dus dat je die exposities doet, wat je net vertelde. Je doet dus die fotoshoot. Je doet ook nog een workshop geven, heb ik begrepen? Ja, nou, begin van het jaar heb ik bedacht, ik heb constant ideeën over nieuwe dingen, maar niet alles kan ik zomaar realiseren. Dus begin in het jaar heb ik bedacht dat ik heel graag iets met creativiteitsworkshop zou willen doen. Maar wat precies en hoe zou het moeten reizen, daar had ik geen idee, dus ik heb het losgelaten. En... Zo gebeurt het vaker. Als je iets wil, laat het even sussen. Dan op een bepaald moment komt gewoon iemand met een vraag. Hey, zou je een creatieve bedrijfsfotografie of creatieve fotografie workshop voor ons willen doen? En toen dacht ik, ja, tuurlijk wil ik dat. Ja. Wow. En even denken, medio november kom ik naar Gooise Fotoschool. Om daar in 2 avonden creatieve fotografie moest op te geven. Heel gaaf. Ja, ik vind het ook. Het is echt gewoon iets leuks om te doen. Ja, zeker. En wat een toffe initiatieven die je echt ook bedenkt en ook implementeert. Dat vind ik echt wel heel erg mooi. Echt een aanpakker. En zou je ons kunnen meenemen? Ja, hoe doe je dat? Al die concepten ontwikkelen? Bedoel je voor mijn klanten? Of voor bedrijfsideeën? Bedrijfsideeën of voor klanten, Mijn ding is creativiteit. Dus ik heb geleerd om vol gebruik ervan te maken. Mm-hmm. Dus ik weet inmiddels wat moet ik doen om veel ideeën te hebben. Ja.
En ze zijn niet allemaal even goed. Ze zijn niet allemaal om nu uit te voeren. Maar ik schrijf ze wel allemaal op. En ik kijk daar regelmatig naar terug. En soms iets wat ik 2 jaar opgeschreven heb, begint nu opeens te leven. En er is wel een goede timing voor. Als ik er nog iets voor dat idee voel, dan ga ik ervoor. Ja. Ja, echt wel heel erg mooi. En dan berust mij ook de vraag van, er zijn toch veel verschillende bedrijfsfotografen. Je gaf al aan, jij onderscheidt je eigenlijk door opvallende bedrijfsfotografie, door kunst te implementeren. Hoe ervaarde je dat echt aan de start van je onderneming? Vond je dat toch lastig om best wel een hele eigen manier te hebben van je bedrijfsfotografie? Hoe ervaarde je dat? Ik was aan de ene kant dacht ik, oké, dit kan, misschien gaat dit helemaal niet werken. Maar aan de andere kant, ik geloofde dat dit wel het goede weg is voor mij. Ja. De eerste klant kwam naar me toe met een vraag, zonder dat ik nog daadwerkelijk een aanbod had. Oké, kijk eens. En zo het is begonnen. Ja. Carolina, wil je voor ons wat bedrijfsfoto's maken? En toen dacht ik, maar dat is saai. Nee, dat vind ik niet. nee, zei ze. Maar wij willen iets anders. Ja. Toen hebben we besproken, wat is dat anders? Ja, ja. En toen dacht ik, het is onmogelijk dat alleen dit bedrijf iets anders wil en zoekt. Het is gewoon onmogelijk. Er zijn vast meer bedrijven die ook durven zichzelf op een andere manier te presenteren dan de standaard headshots en de foto's met laptops. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En dus vanaf dat moment dat ik dacht, oké, er moeten meer bedrijven zijn die dit willen en die dat nodig hebben. Vanaf dat moment begon ik me ook juist hiermee te presenteren. En ik wist dat dit hele unieke ding op de bedrijfsfotografie maken was. Als je in iets echt gelooft en je gaat ervoor. Meestal ga ik echt kop eerst voor dingen waar ik in geloof. Dan komt het goed. Ja. Ja, het was spannend. Het was heel spannend. Maar naarmate ik steeds meer contact had met mensen op LinkedIn, die reageerden op mijn post van ja, goed idee, ook fantastisch. Dat hebben we nodig. En dus ik kwam er steeds terug met dat, ik weet niet precies wat ik wil, maar iets anders. Doe maar iets anders. En zo begon het te rollen ook. Ja. Oh, echt wel mooi hoor. Ja, zeker. En dan wel de vraag van, vond je het niet spannend om zelf als persoon en als bedrijf anders te zijn dan de andere fotografen? Nee, dat vond ik helemaal niet spannend. Ik zocht juist naar wat kan ik anders doen, hoe kan ik me anders presenteren dan fotografen. Ik ben natuurlijk niet als fotograaf opgeleid, dit kan niet mijn uniek selling point zijn. Het moet juist iets heel anders zijn. En misschien dat is ook juist mijn kracht. Dit vak heb ik mezelf geleerd met heel veel sessies die ik had met kinderen en vrienden en van alles wat ik heb uitgeprobeerd. En ik kom steeds terug op dat gekke concepten die ik nu heel nuttig kan inzetten. Ja, duimpje omhoog geven. Ja, duimpje omhoog voor Carolina. Ja, dus vanuitgang dat juist dat uniekness te verkopen aan anderen, dan moet je ook zelf uniek zijn. Ja. Of jezelf uniek presenteren, denk ik. Dat is het beter. Ja. Heel mooi. En heb je dan ook wel kritiek ontvangen? Uh, to,
bijvoorbeeld, mensen vinden het of juist wat ze op zoek naar waren, ja. Of ze reageren niet, of ze zeggen, oh nee, dit is niks voor mij. Mm-hmm. En dat is ook prima, want ik denk ook niet dat ja. deze foto's zijn voor iedereen. Mm-hmm. Deze foto's zijn voor rebellen, maar mensen die het durven anders te doen, die durven een hele sterke mening te hebben, ja. Die ook heel vaak gewoon gelijk hebben, maar omdat het zo anders is dan ja. de algemene... eigenwijze bedrijven? Precies, zo ben ik gekomen op dat eigenwijze ja. bedrijf, want er zijn echt genoeg ja. bedrijven die kijken anders naar de wereld, die kijken anders ja. naar hun industrie, ja. Die willen op een andere manier zaken doen. En dan foto's zoals mijne passen daar perfect bij. Ja, heel mooi. Ja, daar help je echt zoveel bedrijven mee, want dat is echt wel nodig. Ja, al dat zakelijke, wat je ook eerder hebt aangegeven, ja, fotootje met een laptop of een telefoon, ja, het is zo standaard natuurlijk. Ja, zo standaard, ja, hè? Ja. En het is ook saai en iedereen ja. heeft die foto's al ja. gezien en dat voegt op zich helemaal niks toe. Of op je website of op je social media, dan kan je beter misschien een stokfoto nemen dan een foto ja. van jezelf met een laptop. Nee, gelijk heb je. Ja, ja. En wat was jouw belangrijkste ondernemersles die je hebt geleerd? ik denk, laat jezelf zien en praat met mensen. Dat was heel lang. Dacht ik dat, als ik een foto maak en ik post het ergens, ja. dan gaat er iets gebeuren. En dat is niet zo. Pas als je begint echt aan relaties opbouwen, met mensen te praten, en het maakt niet uit of het is online of offline, maar echt mensen proberen te kennen leren, pas dan gebeuren dingen. Mm-hmm. En dat was denk ik het grootste les voor mij. Daarom ben ik ook zo fanatieke gebruiker van LinkedIn. Ja. Mm-hmm. Ik post veel, ik probeer heel veel te reageren, mm-hmm. maar ik heb ook heel regelmatig gesprekken met mensen via DM's ja. over van alles en nog wat. Ja. Ik probeer mensen echt te kunnen leren. Je weet het nooit. Ja, ja. Het is niet altijd met de hele commerciële oogpunt. Ja. Soms heb ik een vraag over, weet ik veel, wie kan mij een kapper aanbevelen? Dat is ook prima. Precies, daarvoor is het netwerk. Ja, soms krijg ik hele gekke reacties. Zoals? ik stuur een DM hoe gaat het? Dan komt een vraag direct, wat wil je mij verkopen? Dan zei ik, nee, niks. Ik voel dat er een vervolgvraag aankomt, dus stel maar die alvast. Zei ik, nee, ik wil weten of je er nog bent, want algoritme laat jouw post niet zien. Ik vroeg me af hoe het met je gaat. Precies, ja. Vandaag, weet je, het is mensen kunnen leren. En ik begrijp dat in de era van automatisering, van die berichten, dat het ook misschien sommigen heel veel van zulke berichten krijgen. En dat is altijd binnen drie berichten een aanbod. Dus ja, ja. Maar ja, zo werkt het ook niet. Nee. Ik doe ook vaak een voice memo. Ja. Dat is persoonlijk en dan weten ze ook van, het is niet zo'n standaard vraag of wat dan ook. Ja, dat is ook een goed idee. Ja, die kun je misschien ja. Maar goed, heb je nog een laatste tip voor de kijkers, hoe ze kunnen opvallen? Iets wat altijd werkt is, doe iets anders dan de rest. En hoe meer anders, hoe beter. Dus
wees niet beter dan de rest. Als iemand post, schrijft een post of met tienen van zinnige tips over LinkedIn, dan beter zou zijn 15 van zinnige tips over LinkedIn. Nou, doe dat dus niet. Schrijf over iets heel anders. Dezelfde geldt voor de foto. Als iedereen staat op wit achtergrond, dan jouw foto, als je wil opvallen, is dus niet op wit achtergrond. Ja. Als iedereen staat op grijs, of als iedereen heeft de standaard van LinkedIn een rondje, dan met gekleurde achtergrond, zelfs een grijze, kan je een andere vorm ervan maken. En dan spring je direct eruit, want je doet het niet beter, je doet het totaal anders. Nou, hele mooie tip. Daarmee gaan we hem afsluiten. En mocht je het natuurlijk professioneel willen aanpakken, echt op de beste manier ooit, dan kun je natuurlijk Carolina benaderen. Ik zal haar website, haar social media kanalen, zal ik onderin in deze beschrijving zetten. En dan wil ik jou ontzettend bedanken voor het kijken van een nieuwe aflevering. En tot volgende week weer. Doei doeg! Doei. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen, hè. En te reageren en te abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Doeg!